Zo! Hey mensen, top dat jullie weer kijken en welkom bij deze nieuwe bar vlog. Hey, kijk eens aan. Gezellig. Goedemorgen. Ja, we gaan er vandaag volop tegenaan. We hebben een boel mooie klusjes liggen. Ja, ja. En we hebben een hele delegatie mensen om mee te komen helpen, dus dat is mooi. Ik ga eerst even mee met Ivo naar een start vakwerk. We gaan even snijwerk ophalen. Kom maar kijken. Kijk, we hadden natuurlijk laatst die pers gemaakt om die plaatjes te persen voor de rupsen van de wiezel. Ja, en daar hebben we een heleboel van die plaatjes nodig. En we kunnen ze zelf met de plasmasnijder wel snijden, maar dat gaat niet zo snel en dat is ook niet zo mooi als lasersnijden natuurlijk. Dus hebben we bij Staats Vakwerk laten doen. Laten we even kijken, want ze zijn klaar. Staan we dan met onze rij in de kerstboom. Man. Ja. Alle lampjes gingen allemaal knipperen en rondom. En nou doet hij eigenlijk helemaal niks meer. Vochtproblemen waarschijnlijk allemaal. Het ding heeft natuurlijk allemaal vocht ingestaan. Hij is gewoon een prik, joh. De accu is gewoon helemaal plat. Kunnen ze al aan elkaar wennen, als deze dadelijk daar zit, hier, zo, in het midden tussen die stoelen. Ja, het kan ook zijn dat deze gewoon goed is, maar omdat hij spanningsloos is geweest, dat hij het weer doet. Ja, nou, laten we het allebei meenemen zo. Oh. Vervelend dat een automatisch aanduwen, dan wordt hem ook niet meer zo. Hoi, hoorde je? In één keer, hè? Nee, niet in één keer. Nee, hij ging echt met vertraging zo, klik. Ja, want die startmotor is ook niet fris, maar dat nou ook de accu problemen geeft. Nou, mooi. Hij doet het in ieder geval. Fijn. Lijkt een eenvoudig probleem zo met die accu, maar ik moet straks even meten of hij wat bijlaat. We gaan eerst je spullen ophalen, want die hebben we nodig. Dan kunnen we tenminste daarmee verder al. Hé, hey, daar zijn we dan. Ah, muziek. Ja, oh, we moeten het gewoon kort houden. Daar zijn we dan. Nou, kijk, moet ik het dan nog afhalen? Ja. Nog gezien. Ja, wat? Hè? Waar wordt wat eraf gehaald? Ik ligt nog op de laser. Oh joh, oh nou. Ik had het filmpje al wel gestuurd naar. Ja, dat is zeker. Dat filmpje dat voegen we nou in de video. Ja, ik laat het lekker liggen, kunnen ze het zelf een keertje afruimen. Dan hebben ze een keertje gezien hoe dat een beetje werkt, hè? Ja, dat is, dat is heel goed. Ja, ik zie het liggen daar. Oh, nou laten we gaan kijken. We gaan kijken. Ik zeg altijd, moet je niet te snel doen, want het is van mij, zeg maar. Kijk, eruit houden, wat je zit. Kijk eens even. Ik zal er nog een klein microjointje vast. Ja, oh joh, dan vallen ze eruit, ja. Ja. Hé, hey, geweldig. Nou, dan ga ik ze eruit stapelen als je iets hebben wat je op kan leggen. Ik pak die lat gewoon uit. Oh, maar daar kan ik best wel een heel aan bij hoor. Ik heb die net hier kan ik er dichterbij staan. Zo. Ja, dan moeten ze allemaal nog geperst worden, hè? Allemaal een vormpje wegkrijgen? Ja, ze moeten allemaal een omgezet kantje krijgen. 3, 2, 1. Hé, de laatste. Geweldig, hè? Kijk. Ook net de auto gedraaid. Nee, dat is niet aan de gang. Ah, hij doet het. Er komen de plankjes uit. Dat is goed. Rustig rijden.
met de reserve bij. Ja. Nou, dat is eigenlijk de oorspronkelijke 18. We moeten straks even een lader zetten, kijken of dat inderdaad het euvel is. Of laden, hè? Ja, ja, zoiets. Dadelijk heb je gelijk meten. Maar ik denk, we gaan eerst die plaatjes ophalen, want ze staan er klaar voor om ze te gaan persen. Dus. Maar dat is ook niet vaak, die komt nu meer brengen dan je meeneemt. Ja, bijna wel, hè? Dat is ook bijzonder. Kijk, hé, hey, van hartstikke bedankt. Hé? Even binnen zetten, zijn we er weer vanaf. Kijk, ja, helemaal goed. Hé, hey, hartstikke bedankt. En dan zou ik zeggen, tot de volgende. Tot de volgende, dat doen we weer. Kijk, helemaal mooi. Hé, hey, doei. Doei, hoi. Pas op mee. Ja, 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 precies. Dan hebben we nu nog meer deuken bijrijden, het liefst. Ja. Voor de tracks. Hey. Ja, hey. Oh. Niet te zuinig. Laten we het bij de pers brengen. Ja, dat is wel even een verschilletje, hè. Ja, goed. We hebben nog een fijnere nozzel. Hij kan iets scherper snijden als het goed is, maar... Ja, dit is natuurlijk wel... Echt schitterend. Nou, we hebben er een boel om te gaan persen nu. Kijken of het pershulpstukje echt goed is. Dat gaan we nou zien. Schuif hem in de cassette. Zo. Oké. Okay. Hop. Dat moet goed zijn. Nou, wacht, ik meteen de volgende doornemen. De stalen aas. Aha, ja, de stalen aas. We er een emmertje erachter zetten waar ze zo erin kunnen duwen zo. Ja. Kijk eens eventjes. Wow. Hey, hier. Mooi, hè? Dat is mooi werk, hè, zoiets. Ik moet er inderdaad eigenlijk even een bakje erachter zetten, dan kunnen we het helemaal snel doen. Zo. Oké. Okay. Hup, kijk, nou kunnen ze gewoon doorhouden. We moeten hem altijd ver genoeg open laten gaan. Zo. Het komt helemaal bar. Ja, maar je ziet gauw genoeg wanneer je niet meer vervormt. Okay. Kijk. Nou is helemaal productie draaien, hoor. Ja, het is eigenlijk eenvoudig. Ja. Zorgen dat je hem ver genoeg open doet, zeg maar, dat hij net loskomt, want anders krijg je het plaatje moeilijker in. Dan kraan dichter, want anders gaat die cilinder helemaal. Ja, goed. Ja, en af en toe een beetje de mal invetten. Ja, staat erbij dus. Nou, we hebben er aardig wat te doen. Zo, ja zeker, maar we zijn met veel mensen, dus als we er allemaal een aantal doen, dan hebben we ze eind van de dag allemaal klaar, denk ik. Ja. Mooi hoor, dit. Prima. Oké, dan ga ik even spullen ophalen van de gas M20. Zo. Oké, okay. Ik ben zo weer terug. Nou, ik heb het gehaald hoor. Letterlijk. Ik heb de spullen gehaald en ik heb het gehaald met de auto. Ik heb hem wel laten lopen. Ik weet niet of die... Zal ik hem eerst nog een keer proberen te starten nou voor de grap trouwens? Ja. Ja. Oké, okay. Dadelijk een nieuwe accu bestellen. Dat is toch gek? Ja, dit is echt raar. Nou ben ik heel benieuwd of dat het eerdere probleem... Had ik uitgelegd wat het probleem was dan straks, of niet? Een beetje, hè? Een beetje wel, ja. Nou ja, ja, we hadden dus een tijd terug. Startte die niet, allemaal klikken. Toen uiteindelijk de auto toch kunnen starten door de startmotor door te verbinden.
naar de rand gekeken, zat echt die dikke pluskabel naar de startmotor. Die zat een soort van een beetje los. Nou, vastgezet. Probleem opgelost. We hebben er een hele tijd mee gereden. Nou, dan straks weer klikken. Nu starten. Ja, het is toch nog niet goed met die startmotor. Doorverbinden. Gewoon vroom, starten. Niks aan de hand. Ik rij om. Ik zet hem daar. Hij staat stationair te draaien. En ik wil wegrijden. En in één keer allemaal de lampjes allemaal aan. En remstoring. En die lampjes bij de keuzehendel van de automaat was echt een kerstverlichting. Kijken we nou. Nou, viel hij stil. Klik, klik. Weer niet starten. Ik denk, ja, oké, doorverbinden. En toen was het echt zo. Gewoon geen vermogen meer in de accu. Nou, accu gewisseld, tikken, lopen, kapotte accu gemeten, 11,2 volt, dus niet goed. Deze gemeten in de auto terwijl de motor liep, 13,5 volt, dus er lag gewoon bij. Het is gewoon een accu-stuk. Maar het is toch gek dat hij eerst gewoon goed startte en echt binnen echt korte tijd gewoon niet meer goed. Dus heel vreemd. Nou, ik ben blij dat hij het doet. Dus daar kan ik een andere accu bestellen. En dan kunnen we ook spulletjes monteren en zo. Want hij moet wel weg voor de keuring. Ja, vreemd verhaal dit. Ja, ik ben benieuwd. Hoe zou dat nou kunnen? Hoe kan het nou dat hij zo snel... Zou die zo weinig spanning nodig hebben, die startmotor, om te starten? Gewoon dat hij toch wel doet. Ook al is die accu al best wel slecht. En dat op een gegeven moment die accuspanning zo laag werd, dat gewoon die elektrische systemen allemaal mankementen begonnen te vertonen. En dat hij hem toch in zo'n korte tijd dan, raar. Nou, interessante casus. Hé, hey, maar kijk, waar het om ging. Je herkent het niet meer, hè. Onderdelen van de Gas M20. Dus hij is nou officieel van mij. Ik heb hem net ook het laatste stukje afgerekend. Tenminste, het laatste, ik had nog niks afgerekend, maar nou wel. Dus hij is nou echt van mij. Ik heb dus ook de papieren gekregen. En moet je kijken wat ik dus ook heb gekregen. Ja, dit is mooi, hoor. Kijk hier daar. Gewoon het boekje er nog bij, hè? Kenteken erbij. 1200 cc. Is trouwens echt wel heel weinig. Hier staat gewoon alles in. Kijk hier dan. In het Russisch dat wel. Staat gewoon serieus. Wel, ik had net dit bekeken. En hier staat gewoon serieus de werking uitgelegd van een verbrandingsmotor. Er staat echt gewoon uitgelegd van, dus een verbrandingsmotor. Daar gaat benzine en lucht in de juiste verhouding. Dat je een brandbaar mengsel krijgt. En dat zorgt dan voor hitte en dat wordt dan omgezet in de motor in een mechanische... De hele werking van de auto staat gewoon uitgelegd in dit boekje. Mooi, hè? Het is wel tof dat het erbij zit ook. Nou, de rest van het plaatwerk. Ik ga het bij de gas leggen en dan gaan we daar toch wel ook weer binnenkort een keer werk van maken van het ding. Dat was origineel min groen of zo. Kijk hier dan. Ruig, hè? Ja. Ja, ik denk dat we hem gewoon zo moeten laten. Dit is mooi. Kijk aan, Robbie. Ja. Ja, mooi hoor. Hé, hey, heb je de plaatjes gezien? Ik had al eventjes gekeken, ja. Nee, dat komt goed, hè? Dat denk ik ook wel. Kunnen we kijken, als we ze kunnen persen, Nathan, dan kunnen we gewoon een rupsje in elkaar zetten misschien. De boutjes zijn er ook, hè? Ik heb hem besteld. Ja, nou als je straks een beetje uitgehaafd is, kunnen we proberen hoe het past. Moeten we al niet van die plaatjes erbij leggen dadelijk? Ontvetten en dan met de gebogen kant naar boven leggen, kun je ze meteen spuiten. Eerst andersom? Ja, want dan kun je ze omdraaien, dan een klein beetje nat zijn naar randje. Ja, dat is waar. Dat is waar, je wilt ze, ja, inderdaad. Ik dacht, we monteren ze en dan spuiten de bovenkant. Nee, maar het is beter om wat je zegt. Ja. Nou, dat is wel goed. Dan kunnen we ze gelijk ontvetten. Meteen, want het is blanke plaat. Je kunt gewoon gelijk spuiten. Kun je zou kunnen. Een beetje opruwen is wel goed. Ja, daarom. Het is redelijk snel gedaan, denk ik ook. Ja. Als ze zo helemaal een hele straak als vol leggen en je sproeit er allemaal een keer overheen, is het eigenlijk gauw goed misschien. Ja, dan kan ik iedereen afpakken. Ja, nou, misschien wel goed. Dit zijn er echt al een hoop, hè. Mooi, kijk eens hier. Geweldig. Mooi, hè? Oeh, dat ze allemaal exact hetzelfde zijn met zo'n persje. Ja, dat is even werk om zo'n toeltje te maken. Maar uiteindelijk, qua gewoon continuïteit en kwaliteit en zo, is dat zoveel beter meteen. Nou, ik ga er ook gelijk nog even een paar persen. Ik vind het een leuk werkje.
Ja, de werkflow is nou helemaal geoptimaliseerd, toch? Zo. Ruud, dingen zitten. Knobbelschaar. Ik heb er eentje gezien. Ah, gewoon een plaat van een centimeter dik. Ja, zeker. Ja. Een plaat van een centimeter dik. Maar nog steeds met een hand of dan een... Met zo even. Ja, niet met deze. Deze nee, kan die waarschijnlijk niet, maar... Zo, maar dan heb je, dan zijn we gewoon op de helft. Dit is al voor één kant eigenlijk. Ja. Mooi. Droog je ze snel? Ja, plak nog net een beetje. Ja, ja, ja. Oh, wat mooi, hè? Hé, hey, kijk hier dan. Nou. Hè? Ja, dat is fijn. Ja, Luca de Rock, dat was wel even aan onderhoud toe, ja. Volgens mij is hem daar gewoon. Ik pik hem gewoon even uit de versnipperaar. Hé, hey, kijk dan. Zitten de polen ook goed? Nee, jawel. Jawel, min en plus. Ja, dat kan omgewisseld zijn, hè? Oh, lust ik niet. Ja, dat is misschien een goede tip voor als je een accu nodig hebt voor je auto. Let op, want die polen die zitten ooit wel eens verwisseld. En dan kom je niet uit met je accu-kabels. Ja, Robin, jij bent ook weer goed bezig, hè? Voorbereiding voor de overhead-deuren. Ja, dat zijn die ventilatiekoven. En je ziet het, die zitten hier aan de binnenkant, steken die uit. Ja, dat kan natuurlijk niet, hè? Want die overhead-deur die komt tegen de binnenkant, tegen de binnenmuur. En die schuift dan omhoog zo en die volgt die de, ja, eigenlijk het dak. Maar ja, die schuift daar dus redelijk kort langs, dus daar mag niks uitsteken. Dus zodoende dat we die weghalen. Pitstop voor de bedrijfswagen. Even kijken. Zo. Zo joh. Ja, hij gaat even een beetje omhoog. Ja, ik was hier even zo op aan het rusten. En dacht jij die auto beweegt. Oké, dan doe ik toch even rekenen, Willem. Hey. Nou, we moeten echt al die lampjes overzetten ook, hè? Ja, die klik je eruit zo. Ja, en die zet je dan over in de nieuwe. Ik moet even goed kijken hoe ze... kan op wel één manier, of niet? Hé hey joh! Oh, oh! Heeft nou gewoon de garage daar ooit een keer vet aan gedaan? Heel goed van ze, daar ook van. Ja, ja, kijk.
Zo. Oh, het ziet er lekker uit allemaal hoor. Zo, die zit. Mooi verpakt zo. Mm. Oh, die moet je er eerst afhalen, zo te zien. Achterbij wel klaar. Ik heb alleen iemand nodig die deze even in de gaten houdt. Want die heeft geen zin meer. Ja, dank u. Oh, wacht, die dop moet je erop. Die zit. Zo simpel is het. Dan was er van deze nog een stadslichtje kapot. Dat is deze. Schattig. Het werkt allemaal weer. Mooi. Ja, remreiniger erin blazen. Kan het? Kan maar zo doen. Ja. Remreiniger erin. Ja. Weet jij hoeveel? Twee. Ik heb het een keer eerder gedaan. Tussen de 2 en 3 meestal. Ja, zoiets. Ja. Ja, precies. Ah, hij moet echt al op die rand zitten. Dat ja. Of in ieder geval dat hij dat er niet te snel de lucht tussenuit stoot. Ja. Nieuwe Luca-hok. Ik vind het goed uit, is het niet? Geïsoleerd of niet? Deels geïsoleerd? Deels geïsoleerd. Daken zo zwaar, dan waait er nooit meer af. Nou, sowieso dat hele huis is loeizwaar. Overal zijn nieuwe platen opgegaan. Zonder dat oude eraf alleen het dak zijn. Is eraf gehaald. Alleen de rotte platen van het dak, die liggen in de aanhangwagen. Ja. Maar als je dan met je handen overheen kriebelt, dan laat het gewoon helemaal los. Helemaal gedelamineerd. Kijken of dat we hem dan erop geplaatst krijgen met... uithangbord geworden. Ja. Ja, je hebt ook nodig. Afgestudeerd. Hè? Ik ben afgestudeerd uithangbord. Mooi. Woehoe. Nou, dat gaat. Zo. Hier. Oké. Het is een experiment. Eerder hadden we zo'n mooi perspexvatje met zo'n buis en een grote kogelkraan. Dat werkt echt keigoed. Ja, het probleem is dit, hè. Als je de tubusband oppompt, hij zit te ver naar binnen en... Ja, die lucht die ontsnapt tussen de kieren, dus kunnen we hem niet oppompen. Dus gaan we kijken met wat remreiniger erin spuiten. Dat ontploft natuurlijk. Dan krijg je een uitzetting en dan blaast hij eigenlijk die wang net tegen die rand. En als we dat wel oppompen, dan zou hij erop moeten blijven zitten. En misschien is dat de laatste video die we maken. Misschien ontploft die keihard, zijn we daar allemaal dood. Nou, dus laten we het meteen gaan doen. Hoeveel remreiniger zouden we moeten hebben, Robbie? Ik ga hem eerst de lucht eruit zetten.
bijna. We krijgen wel een beetje. We moeten meer doen. Zo. Ja, zo moet dat. Ja, twee bar erop klaar. Ja. Nou meer, hè? Meer? Nou moet je eerst kloppen nog zeker. Nee, nee, dat is wel goed. Twee bar zit erop. Is goed. Nou, dat is één. Nou, dat ging best goed. Je moet best veel remreiniging gebruiken dus. Ik heb eigenlijk eerst een pijl op de bandenmachine schilderen, want ik zat weer verkeerd met de draairichting dus. Zwaar. Zo. Volgende. Klaar mee sissen. Nee. Gelijk een vetje erop. Zo dus. Kijken, ja. Klopje, ziezo. Klaar. Het ventieltje erin. Even kijken. Zo. Mooi. Ik haal de kruissleutel, dan trek ik hem na. Knipperlicht doet het. De andere kant? Ja. Is dat achteruit? Een hammer. Oh, ik heb één wit licht en één rood licht. Dan moet die omwisselen, denk ik. Ah, ja. Dit is achteruit. Ja, heb ik één rode en één witte. Nou, dan moeten die twee even andersom. Deze twee moeten andersom. Ja. Zo. Nou, een remlicht ook, bovenin. Een wit licht, achteruit. Dat was de bedoeling, remlicht. Dit is remmen. Ja. Ja. Mooi degelijk hok nou. Het is gewoon een ruig, stoer hok is het. Ja. Ja, het is echt gewoon kort een staal dak, ja. Wat verdikt is ook degelijk dak, hebben wij nog geen eens. Hoe gaan we dat doen? De canvas zit aan één kant, zet hem zo erin of zet hem andersom. Andersom dan gaat hij veel meer op dat rubber lopen knijpen. Dus ik zat zelf te denken zo. Ik denk dat dit goed is. Dan heb je de canvas meteen aan de onderkant ook. Ja. Dichtst bij de... Bij de trekplaat. Ja, ik denk dat dat goed is. Geen plaatje eraan? Nee, maar dan zet hem eerst even een paar boutjes erop. Ja, inderdaad, ik snap wat je bedoelt. Ik doe wel even een ringetje aan de kop van de bout. Ja. Oké, til hem op. Zo. Zit je dan? Ja. Kijk. Hey, perfect. Zo, ja, dit is echt een klus. Dat moet je echt gewoon met een paar man doen. Hoeveel plaatjes heb je, Robbie? Heel veel. Ja, maar hoeveel wil je erop zetten? Nou, in ieder geval een paar. Zo.
Die rubberen banden zijn ook wel netjes gemaakt, toch? Past wel voortreffelijk. Die komt er alweer verder doorheen. Die zit al vrij strak. Ja. Ik denk zoiets. Ik denk dat het goed is. Ik denk dat het niet veel meer moet zijn. Nee. Maar ja, hier zit ook nog eens een keer die plaat van de center guide achter. Hè? Van, de, ja, van deze rubber. Aan die kant, aan die kant. Oké. Okay. Ik ga even perslicht op het koelsysteem zetten van de auto van Saron. Nou, we toch allemaal auto's aan het fixen zijn. Laten we dan daar ook even naar kijken. We moeten elke deze keer... beetje onderop leggen. Hier, ja, dan is het niet meer vast. Precies, dan rij je wel de koppeling eruit. Dat hebben we ons geprobeerd namelijk. Er was iets met de wat hier mis mee is, ik zal het je precies uitleggen. Wat is er goed mee? Dan zijn we sneller klaar. Het is vooral mis dat het een kleine uitgeknepen, ultrazuinige motor is natuurlijk. Die gemaakt is van peperkoek. Vol gaten geboord, want anders was het nog te zwaar natuurlijk. Dus het is natuurlijk gewoon, het is eigenlijk gewoon janken. Nou goed, het probleem natuurlijk nou is dat hij verbruikt allemaal koffiestof. Dus dat is even de vraag waar dat het probleem nou zit. Dus, ik heb een hele mooie set om de perslucht op te zetten op het koelsysteem. Van HBM natuurlijk. Die hebben al een tijdje liggen, alleen die hebben we eigenlijk nooit echt kunnen gebruiken. Maar nou is het echt het moment. Ja. Olie verbruikt je ook als een malle. Het is echt... Die ziet er ook goed uit. Ja, ja, die olie ziet er goed uit. Het is niet dat de koppakking eruit ligt en dat hij naar binnen toe koelvloeistof verliest. Als hij het langs de kop verliest, is het naar buiten, want de olie blijft wel goed. En die olie blijft sowieso heel goed, want het verbruikt als een gek. Dus er moet altijd olie bij, dus die blijft altijd nieuw. Ik word er altijd een beetje bozig van moderne auto's en zo. Maar als je gewoon... gewoon een gateshelper voor hebt, wordt het dan meteen een stuk leuker. Dus ik heb hier gewoon serieus een... Ah, kijk eens hier dan. Koelsysteem, diagnose, afpers en vulset. Hé, daar hebben ze bij de maffia nodig. Een afpersset. Oké, mooi. Even kijken. Even kijken foto's van wie zijn vrouw in die doos zitten wat betreft de afpersset. Oh nee. Hé, kijk eens aan. Als het goed is, hebben wij daar gewoon... Ja, kijk hier dan even voor Volkswagen. Er staat er gewoon nog een boekje op waar welke voor Volkswagen is. Maar ja, deze is het gewoon. Ik denk, we hebben er een compressor bij nodig, maar dit is niet. Want hier is wel een ding voor een compressor, maar deze om hem te vullen, dit. Dat zit er ook gewoon allemaal bij. Ik hoor hem al. Waar staat de koppeling? Nou. Hier. Oh, Milo, je hand. Oh, hier. Kijk eens. Je moet ermee schudden, dan komt er vloeistof uit. Kijk dan. Hier. Ja. Dus. Nou, dat lijkt me vrij duidelijk. Ik zal eens even kijken. Ja, ik proef het. Hey, je moet dat setje vaker gebruiken. Ik vind het niet normaal, want een boel rommel dat altijd overal heeft liggen en zo. En hey, oh, wow, wow, wow. Pak gewoon even een watje tevoorschijn. Is het ook dezelfde? Zou je zeggen van wel? Niet helemaal, want de stekkertje zit aan de andere kant. Fractie te groot, of hij is gewoon door oude. En deze zit ook aan de andere kant. En die wijst naar daar. Ah, het is wel echt zo'n Volkswagen vatje. De stekker is hetzelfde, zie je dat? Andere kant. Alleen, ja, je hebt met twee. Hier zitten met twee dingen op. Hier is gewoon niet eens. Ja, hij past wel, maar kijk, die slangpilaar die gaat naar daar. En dat kan volgens mij niet, want nee, zit hij tegen de motor. Deze stekker ook. Ja, die kan ook niet daar. Ja, die kan wel naar daar. Hoewel, nee, daar haalt hij ook niet. 14 euro. Hoeveel? 11 euro zie ik hem hier. Ach, je hebt er nou over 30 euro koelvloeistof in zitten. Iedere keer bijvullen. Ja. Dan zet maar gewoon het in waar je erop kunt krijgen. Die onderste krijg je waarschijnlijk er niet op zonder eerst de rest aan te draaien. Forceren met dat haakje op de plek. Nee, hier. Als je oh, de boer erop doen, ja. Maar dan gewoon erop zetten waar je er wel op krijgt. Ja, ja. Ik heb er een keer lak overheen dan. Ja. Zo.
dit is mooi werk, hè. Kijk eens even. Nou, het vliegt vooruit, hoor. Flink doorgepakt. Week. Ja, volgende week klaar. Bij de rupsen, denk ik. Nee? Week erop rijden. Ja, dan moeten we wel snel die missen onderdelen hebben. Ja. Dus die versnellingsbak en zo. Ik heb Peter nog niet gesproken. Nou, laten we hopen dat hij een beetje snel iets laat weten. Andere. Ja. Andere Peter. Belgische Peter. Er zijn meer Peters die Peter heten. Kijk. Ja. Geweldig, joh. Oh, wat boel werk dat we allemaal verzet hebben. Zo. Dat is niet normaal, hè. Het is echt zo opgeschoten. Zoveel gedaan ook. Hier, die plaatjes die heb ik vanochtend allemaal nog uit de dingen gebroken daar. Allemaal gezet, allemaal gestraald, allemaal gespoten, al bult gemonteerd. Nou, dat is ook fijn, want nou weten we ook zeker dat het goed is. Nee, ik en ondertussen daar die koven eruit gebeukt. Twee stuks. Ja. Ja. Die andere hebben we even niet gedaan omdat... Stond er auto op. Ja, ja. Detail. Belangrijk detail. Ja. Ja. En Luca de Hok eindelijk gefascineerd. Zo, laten we even kijken daar. Jij hebt dat natuurlijk al gefilmd, of niet? Ik heb ook een stukje van gefilmd, maar ik heb nog niet jouw reactie. Nee, ja, ik heb net ook al gekeken natuurlijk, maar ik wil wel even kijken of het klaar is. Ben je blij met je nieuwe hok? Wow, kijk dan. Ja, mooi. Degelijk, joh. Zo, een mooi dak. Wow, ja, ik ga maar eens eventjes erbij. Luca, ga er eens in. Ga er eens in, Luca. Eens kijken. Ga er eens in. Daar zo. Ja, snel hok dicht. Hok dicht. Ja. 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 Ja, precies. Ja. Ik kan er ook echt niet uit dan. Hé, hey, kijk eens. Meteen eruit. Oh. Luca, kom eens hier. Ga eens kijken. Ga eens kijken dan. Hé. Hey. Hey, je moet wel even je poten vegen als je naar binnen gaat, hè. Kom, ga er eens in. Ja, maar ze hebben ook geen mat ervoor neergelegd. Luca, ga eens kijken, kom hier. Ga eens kijken, ga er eens in kijken. Wow, meteen eruit. Nou, dit is wel mooi, toch? Ja, ben je blij, Luca? Kijk, jawel. Hé. Hey. Ze is gewoon een functionele gebruiker, als het nodig is. Ja. Ja, dat was ook echt iets wat lang op de nominatie stond. Nou is het eind gebeurd. En een nieuwe wandverplating en een nieuw dak. Kijk, en een nieuwe vloer. En een nieuwe vloer. Zo, ja, ook al. Geweldig. Ah, mooi. Ja, en dan, en natuurlijk nog de auto's, hè. Daar word ik al meteen boos van als ik daar ga werken. Zodat ik dan, ja. Ik had het al laatst, dus een mooie anekdote, die moet ik nog even vertellen natuurlijk. Ik had het dus laatst met een automonteur over. En toen hadden we het over het feit van die wiellagers en zo. Ik zei, ja, vroeger kon je gewoon een apart lagertje vervangen. Tegenwoordig is het een hele module. Ja, zei hij. Maar dat komt, want die uren in de werkplaats die zijn allemaal veel duurder geworden en zo. Dus daarom is het handig om één module dan uit te wisselen. Zo, ja. En toen even later ging het gesprek verder. En toen had hij het over een bepaalde auto. Hij zei, ja, dat kost wel anderhalf dag werk om koppelingsplaat te verwisselen. Ik zei, hoe zat het nou ook weer met dat wiellager wat je net vertelde? Hij zei, ja, dat klopt dan ook weer niet helemaal eigenlijk dit, maar... De wielwagen sowieso, bij mijn caddy was €157 voor de hele module. Terwijl een lager tientje kost en dat is misschien 2 uurtjes werk. Ja, het om te vervangen is het geweldig, maar dat is wel... Nee, maar ook als jij lager alleen vervangt... Oh, alleen? Ja, maar die kun je niet eens openmaken. Nee, oké, maar vroeger was het 2 uurtjes werk. Ja, nou, dat is €80-90. Ja. En de hele module kost €157 en je hebt nog een uur werk. Wel meer afval. Hij zei het ook, hij zei ja... Hij zei, als we kijken in de container wat er allemaal weggegooid wordt voor heel grote dingen. Hij zei, en eigenlijk al die milieudingen zijn eigenlijk nog het ergste. Hij zei, al die uitlaat roetfilters en zo, zei hij. Oh, die zijn duur, jongen. En dat zijn grote dingen. Heel die bak ligt vol met dat spul. Dus, maar ja, goed. Hé, Luca. Marketing. Arr, arr. Zo. Het is vooral goed voor de fabrikanten. Dat denk ik wel, ja. Zeker. Waar lopen we eigenlijk die kant op? Gaan we hier afsluiten, vrouw? Bij dat weet ik niet. Kan. We zijn er allemaal dus. Ja. Het is vet ongemakkelijk einde nou. Nou is echt zo even nog meer ongemakkelijk in stilte laten vallen. Ja. Nou Luca, zeg het eens. Ja. Kom maar Luca. Krekel geluid erbij. Oké, hey, genoeg dan. Hey, we gaan het afsluiten. Ik zou zeggen allemaal hartstikke bedankt voor de gezelligheid en de assistentie natuurlijk. Graag gedaan. Hey. En jullie allemaal. Hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende!
Houdoe. 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 Goed weekend. Prettig weekend. En kaarten kopen voor Tech Beach, hè? Volgend weekend. De zondag. Dat wordt vet. Ben erbij.